Goedemorgen, welkom in de nieuwe vlog. Inmiddels zit er alweer 3000 kilometer op in deze auto. Dat is eigenlijk nog niet zo heel veel. Maar goed, we zijn er inmiddels al een beetje lekker aan gewend. Niet veel anders dan de 90 waar ik altijd in reed. Wel weer iets verder gekomen met het inbouwen van verlichting. Ik heb het nu ook in de deurpaneeltjes. En onder het dashboard, daar mag het romwerk natuurlijk naar behoren. Nou, gaat allemaal op de goede kant op. Ik ben nog aan het wachten op de nieuwe vloerbedekking. Die zal in deze dag binnenkomen. Dus dat kan ik in een volgend vlogje wel laten zien. En waarschijnlijk ook wat nieuwe gordijntjes. Die komen er ook aan. Dus... Maar dat laat ik jullie allemaal natuurlijk wel zien tegen die tijd. Ik ben afgelopen weekend ook naar Made geweest, naar Power Weekend. Ja, dat was een prachtige ervaring. Ik ben ook eventjes bij het team van Simply Green binnen geweest. Nou, super gezellig, papiertjes dronken met de mannen. En dat laat ik jullie later in de vlog wel gaan zien. Ik ga nu eventjes Dennis opzoeken. Dennis die gaat vandaag voor het eerst weer met zijn eigen auto op pad. Althans, rustig aan, een paar dagen in de week. En dan zien we hoe het gaat. Nou, Dennis kan ook weer op zijn eigen auto vandaag. Gaat hij weer een lekker dag hier op stap? Ja, we kunnen weer een dagje zelf vol bier. Eindelijk. Ja. Nou ja, rustig aan Dennis. Gaat het wel goed komen. Zeker. Hè? Nou, ik zeg, werkt je? Ja, jij ook, jongen. Fijne rit. Ja, dankjewel. Drol. Ja, komt goed. Hoi. Speukjes zijn geladen. Pak je koffie erbij. En we kunnen richting het oosten van het land. We gaan richting Duiven-Deventer. Daar gaan we wat lossen en weer wat laden. En dan weer richting Hoofddorp om te lossen. Ondertussen zal ik wel het filmpje van de tractorpooling starten. Maar goed, tot zover neem ik jullie even mee die kant op. Spulletjes in Hoofddorp zitten er ook in. Nou, kunnen we verder richting Duiven. Spulletjes zijn eruit. Nu ben ik onderweg richting Deventer. Nou, dat lijkt me nu een mooi momentje voor het filmpje uit Made. Dat zou ik zeggen, in ieder geval.
Even van de haak.
ja, dat was wel een gaaf evenement. Wel tof dat we eventjes zo simpel green mochten te kijken. Ik heb me wel vermaakt. Af de party achteraf. Helemaal top. Nou, het laatste stukje nog naar Deventer. Daar gaan we laden. En dan is het echt weer richting huis. Dat zit erin. We gaan richting huis. Zo, die staat. Alle spulletjes zijn opgeruimd. Ja, we kunnen eigenlijk naar huis. En nou, ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vonden. Onder andere de trip die ik afgelopen zaterdag heb gedaan naar Power Weekend in Maden. Nou, dat was wel heel gaaf. Tenminste, dat vond ik van wel. In de volgende vlog denk ik dat ik wat aan de vrachtauto kan gaan doen. Ik heb dan waarschijnlijk wel wat spulletjes binnen. Ja, maar goed, dat kunnen we in de rol wel zien. Dat is ook wel leuk. Nou, vandaag was het dan wel een koppenkrachtig dagje. Eigenlijk een beetje van west naar oost gereden en weer terug. Dat was het, maar goed. Hopelijk tot de volgende vlog.